langer dan 1 jaar. Oké. Dan ga ik nog wat dingen vragen. Is iemand bekend met het pakketje Alfred? Ja, oké. Evernote? Ja. Wat hebben we nog meer? Wie heeft er heel veel bestanden op zijn desktop staan? Oké. Okay. Mooi. Er zijn verschillende dingen die je kunt laten zien. En ik probeer even uit te zoeken wat het handigste is om op te pakken. Even kijken. Zijn de mensen bekend met het organisatieprincipe Get Things Done? Ja. Get Things Done is een hele handige manier om te organiseren wat je allemaal nog gedaan moet hebben. En op basis daarvan... Kijk, dat is Niels. Sorry, ik kwam vroeg ook te laat. Ik ben gelijk begonnen met het dingetje waar jij komt. Even kijken. Bij Get Things Done heb je een inbox waar je dingen binnenkomen en vervolgens ga je die later verwerken. En wat bij heel veel mensen op de Mac is, dat ze aan de hier aan de zijkant heb je heel veel icoontjes over het algemeen staan die Apple heeft bedacht dat die daar handig zouden zijn. En vervolgens gebruikt helemaal niemand ze, omdat ze niet weten wat die bestandjes daar of die linkjes hier doen. Ik heb dat omgegooid sinds dat ik met Get Things Done bezig ben. En ik heb daar een inbox, een projectenmap, een archiefmap en een uit te zoeken map voor gemaakt. En dit is een map die ik deel met andere mensen. En vervolgens heb ik er ook voor gezorgd dat alle bestanden die ik download op mijn computer of die ik op mijn desktop zet, automatisch in de inbox map terechtkomen. Dat zorgt ervoor dat op het moment dat er iets mijn computer binnenkomt, ik weet waar het is. Dus als ik iets heel snel uit een mapje of uit een mailtje of uit een website later wil gebruiken om iets mee te doen, dan sleep ik het heel snel naar mijn desktop toe en dan weet ik dat zit in mijn inbox. Die inbox die leeg ik om de zoveel tijd. Dat kan dagelijks zijn, dat kan zo 1 keer per week zijn om alles op te ruimen van zit het al in het goede project. Vervolgens heb ik een map projecten aangemaakt. Daar heb ik in verantwoordelijkheids- of areas of responsibility, noem je dat in GTD, heb ik map aangemaakt. Omgeving, persoonlijk, zakelijk extern en privé, zakelijk extern en intern, heb ik apart gezet. Want waar ik heel erg op let is, laat ik de dingen die ik niet nodig heb niet zien en de dingen die ik wel nodig heb wel zien. Dus al zou ik zakelijk en extern bij elkaar gaan gooien, dan worden dat veel te veel mapjes en is voor mij het overzicht kwijt. Nou, vervolgens heb ik lopende projecten. En als iets klaar is, dan zet ik dat in Done. En dan kan ik op een gegeven moment terugzien waar ik alles gelaten heb. Als ik dit bij coaching sessies installeer voor mensen, dan doe ik het over het algemeen in een documentenmap. En zelf heb ik het in Dropbox gezet. Dus zodra ik nu een ding aanpas op mijn computer, of er een bestand bijzet of een nieuwe versie opslaan van een bestand, staat het binnen 1 minuut in Dropbox, waardoor het gebackupt is en mijn computer in principe mag verdampen. Want ik heb alles gewoon nog tot een minuut geleden. Ik weet het, normaal gesproken hebben heel veel mensen computers bij zich en kan ik dit gelijk gaan laten zien hoe dit werkt. Ik ga er nu snel even doorheen om, er is één belangrijk ding. Hoe je deze map in kunt delen, dat is volgens mij niet zo spannend voor de meeste mensen. Maar het is wel, wat ik terugkrijg van de mensen die het gebruiken, een enorm eenvoudig systeem om op te pakken. In de Apple zit een programmaatje, dat heet Automator. En met Automator kun je dingen automatiseren. Ik heb een automatiseringstaakje gemaakt. Je zegt als, even kijken, ik ga heel snel even langs Automator. Automator heeft een bibliotheek met allemaal taakjes die je kan uitvoeren. Dat kan je op basis van je e-mail doen, dat kan je op basis van documenten doen. En vervolgens laat hij zien wat kun je ermee. En het is een proces waar je iets bovenin gooit. Dus hier zeg je, hou de desktop in de gaten. Vervolgens
vraag je aan hem, haal foldercontent op. En vervolgens zeg je, verplaats de foldercontent naar de inbox toe. En dat gaat hij gewoon de hele tijd in de gaten houden. Dit doe ik op mijn desktop en dat doe ik op mijn download map. En op die manier blijf je alles in die inbox duwen. Zijn daar vragen over? Tot zover. Nee? Mooi. Gaan we naar een ander dingetje. Is jouw vraag ook beantwoord, Niel? I'm working on it. Oké. Laat het maar weten als er... Want Niels die wil het heel graag gebruiken en die is aan het proberen om dit te werken met te krijgen. Een ander ding wat heel veel Mac-gebruikers blij van worden, dat is dit ding. Misschien hebben jullie het al gezien. Dit is Alfred. En Alfred is een soort tover-appje. Een soort butler. En ik hoop dat het internet een beetje snel hier is. Alfred gebruik ik om alles wat ik wil gaan doen op de computer of op mijn Mac, om daar te beginnen en om dat zo snel mogelijk te doen. Dus stel dat ik nu aan een project wil gaan beginnen, dan moet ik een document gaan openen. Dan druk ik Alt V in en dan opent hij mijn projectenmap. Als ik een treinreis wil plannen, dan typ ik in trein, spatie, van... naar Utrecht. Nou, ik ga vandaag nog niet vertrekken, dus ik zeg morgen aankomst 12 uur. Vervolgens is de internetverbinding niet zo heel snel, maar het komt eraan. Via Alfred wordt dit doorgeplaatst naar een website van de Universiteit Twente. Die hele regel die ik net heb ingetypt overneemt en vervolgens de reisadvies plant. Het zorgt er dus voor dat ik één browser niet hoef te openen. Dat doet hij voor mij. Ik hoef maar in één veldje mijn opdracht in te typen. Dus ik hoef niet in alle veldjes van de reisplanner aan de gang te gaan. En ik weet nu van oké, ik moet deze trein hebben. Dus zag ik laatst in een Niels iets doen, dat is heel handig. En dat is dit knopje. Dus zet reisadvies in je kalender en druk je in en dan zegt hij oké. Ja, hier dan. Daar staat hij er. Dus op die manier kun je heel snel een treinreis plannen. Als je ondernemer bent, dan moet je wel eens KVK-gegevens opzoeken. Een heel ingewikkeld proces, want dan moet je naar de website van de Kamer van Koophandel en dan moet je vervolgens op het juiste veldje de juiste gegevens invoeren. Met Alfred ga je naar openkvk.nl en typ je een naam in. En ook hier geldt dus weer, je hoeft je browser niet te openen. Je kunt gelijk naar de plek toe waar je heen wil. Even kijken. Ik zal even laten zien hoe Alfred werkt op dat gebied. Alfred, voor de goede orde, is in de basis gratis. En voor de uitgebreide functies betaal je £15. Dat is ik ben niet zo goed in de... Weet jij wat dat in euro is? Tussen de 18 en de 20 euro. Sorry? Ergens tussen de 18 en 20 euro. Oké. En dat is enorm de moeite waard. Deze functie die ik nu laat zien, dat zijn custom searches. Die zitten er standaard in. En overal waar je een icoontje voor ziet staan, dat zijn betaalde opties. Bijvoorbeeld die van Trein. Overigens, goed om te noteren, is alfredtips.nl. Er zijn heel veel dingen die ik nu laat zien, die staan daar stap voor stap beschreven. Om een kleine introductie te doen. Wat Alfred doet, is hij vraagt jou om een URL, om een internetadres. Dit is voor de NS-website. En vervolgens moet daar een zoekopdracht achter zitten. Daarvoor gebruik je Accolade Query Accolade. En die vervangt hij door de tekst die jij hebt ingetypt in de tekstbalk.
En dit is het keyword wat hij gebruikt om te snappen dat jij dat wil gaan doen. En dan volgt de titel. Dus, als ik Alfred open en trein intyp, dan zie je daar treinreisplannen en vervolgens kun je daar de tekst intypen. En dat plaatst hij door, maar deze zal hij niet snappen. Dus dan komt hij bij de voorkant terecht. Even kijken. Dan zag ik dat. Wie heeft er moeite met het wijzigen of bijhouden van wachtwoorden? Of nog beter? Voor Alfred wat staan? Ja. Want de meeste van die functies kan ik ook heel goed uit de voeten in Spotlight. Ja, maar ken jij je treinreisplanning met Spotlight? Nee, maar je kunt wel zeggen open die regel die je dan intikt, ja. Open met Safari. Dan moet je dus die regel intypen. Gaat hij niet naar die nee. Site van Twente hoor? Nee. Nee. Nou ja, in principe is Alfred een uitbreiding op Safari. Dus heel veel dingen zijn hetzelfde. Spotlight. Ja. Maar er zitten heel veel extra dingen bij en vervolgens kun je ze ook makkelijker configureren. Dus meer intelligentie in Alfred. In Alfred kun je meer intelligentie de voorkant instoppen. Ja. Door je op het moment dat je het nodig hebt, het alleen maar hoeft aan te roepen. Waar het bij Spotlight is eigenlijk niet in te komen. Die reageert meer op puur wat jij roept. Ja. Maar bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of een treinreis plannen, dat gaat in Spotlight niet op dit niveau lukken. Of voor de mensen die heel erg fan zijn van uitzending gemist. Die links die je hier allemaal ziet, kun je die ergens downloaden of moet je die allemaal zelf gaan toevoegen? Deze staan, tenminste, er zijn een aantal sites voor mezelf. Alleen, ik heb al die links, heb ik niet. Nee. Heel veel staan er op afrettips.nl, van een aantal. En sommige die zijn voor mezelf of heb ik daar nog niet naartoe overgezet. Maar in principe is het als volgt. Als je naar een website toe gaat waar een zoekbalk in zit, typ daar dan een willekeurige opdracht in. De meeste websites die plaats je dan naar een URL, bijvoorbeeld KVK. Als ik nu hier ga zoeken, KPN, dan zie je hierboven dat hij de zoekopdracht die jij gedaan hebt vervangen heeft hierboven in de URL. Vervolgens ga je naar Alfred toe en zeg je van ik wil dit adres wil ik gaan gebruiken. Dan zeg je plus. Plak je het adres erin. Vervolgens ga je die zoekopdracht die je daarvoor hebt gedaan, ga je vervangen door de code die hier staat, dus query. Ja, maar je hebt dus al die links wel zelf allemaal toegevoegd die je hier ja. Ja. En op Alfred Tips staan er dus een aantal die voor andere mensen ook in kunnen zijn. En dat geldt dus ook voor uitzending gemist. Waar ik zelf, omdat ik een tv thuis heb, veel gebruik van maak. DWDD. Dan zie je dus ook weer hierbovenaan de zoekopdracht. Vervangen worden door de letters die ik heb ingetypt. En wat heel mooi is bij uitzending gemist, is bekijk de laatste uitzending. Dus dat is ongeveer de snelste manier om programma's te bekijken die je gemist hebt. Ander ding wat Alfred ook doet, is samenwerken met andere software. Ik begon net over wachtwoorden beheren. Heel veel mensen gebruiken een stuk of 5 wachtwoorden voor alle websites die zij bezoeken. Dat is heel onhandig, want op het moment dat een van die websites gehackt wordt, kunnen zij met die codes gaan proberen op andere websites in te loggen. En dat kan je heel veel gedoe en problemen opleveren. Ik gebruik 1Password om mijn wachtwoorden te managen. En ik vraag aan 1Password elke keer voor een nieuwe website een nieuw wachtwoord te genereren. Dus ik weet van geen enkele dienst wat mijn wachtwoord daarvoor is. Ik heb voor 1Password een groot master password. En op basis daarmee kan ik de wachtwoorden ophalen. En nu, een paar maanden geleden, hebben Alfred en 1Password samen gaan werken. En als ik nu een website wil openen, bijvoorbeeld Facebook, dan komt hij met resultaten aanzetten en kan ik op enter drukken en gaat hij voor mij inloggen op die website. Dan ben ik hier al ingelogd, dus ik zal even uitloggen. Log uit.
dus ook weer mijn browser openen, de juiste tab openen, facebook.com intypen, mijn wachtwoord invullen. Dat hoef ik allemaal niet meer te doen en daarbij zijn mijn wachtwoorden ook nog eens veilig opgeborgen. Even kijken. Is het bij te houden zo of ga ik te snel? Of, je moet dus van tevoren bedenken van ga ik naar een website waarvoor ik moet inloggen. Nou, wat ik steeds vaker doe, is überhaupt al in Safari of in Alphabet beginnen. Ja. De meeste websites daar moet ik voor inloggen, maar bijvoorbeeld als ik mijn boekhouding, ik gebruik Moneybird voor mijn boekhouding, die open ik allemaal uit het Alphabet vandaan. Mocht je op een website komen waar je in dient te loggen, het programma kijkt ook met je mee en geeft je ook suggestie, hey, ik weet hier de login van. Wil je dat ik die nu hier inzet? Oh, oké. Okay. Ja, dus je one password, die kijkt wat je mee ja, dat is een goede om te zeggen. Ik heb hiernaast heb ik een sleuteltje. En ik kan zelfs in dat sleuteltje zeggen van, ik wil nu naar Twitter bijvoorbeeld. En dan zeg ik enter en dan opent die. Dus er zijn verschillende manieren om vanuit, je kan ook in one password. Het is ook gewoon een programma die ik dan gaat de kluis open. En dan zie je hier dus alle wachtwoorden staan. En het is dus ook zo, die kluis die blijft ongeveer 10 minuten aan een kwartiertje openstaan. Of als je computer in slaap valt, dan gaat hij hoor je op een gegeven moment de kluis dicht gaan met een geluidje. En de encryptiemethode die ze gebruiken om die wachtwoorden op te slaan, die zijn zo stevig dat je daar behoorlijke computers voor nodig hebt om die te kraken. Het is ongeveer de veiligste manier om die wachtwoorden op te slaan. Met als grote voordeel, dat je hem ook zo kunt laten synken met je iPhone, dat als je onderweg bent, je ook wel altijd je wachtwoorden bij je hebt. Mm-hmm. Dat je als je onderweg een keer moet inloggen, dan hebben jullie tot zover vragen? Of dingen waar jullie met jullie computer op dit moment tegenaan lopen en denken van hé, dat is nu wel handig. Anders ga ik gewoon lekker verder. Oké. Okay. Ander programmaatje wat ik veel gebruik op mijn Mac is Text Expander. En Text Expander zorgt ervoor dat ik teksten die ik heel vaak moet intypen, kan vereenvoudigen. Of dacht niet. Is het gelukt? Nog niet, maar ik ga je later. Oké. Even kijken. Ik, voor mijn werk maak ik websites en daar koop ik af en toe uitbreidingen voor op software. Dus ik gebruik vrij vaak mijn creditcard. En of ik gebruik mijn bankzaken. En dat zijn allemaal codes die ik niet wil onthouden. En die besteed ik uit aan een programmaatje. En Text Expander is zo'n programma. Dat als ik nu cc dubbele punt intyp, dan krijg je mijn creditcard. En er staat nu een video, daarom laat ik de rest niet zien. Maar dat geldt ook voor mijn bank. Als ik bz intyp, dan krijg ik mijn zakelijke bankrekening. Of als ik tel intyp, dan krijg ik mijn telefoonnummer. En op die manier kan ik dus heel snel gegevens omhoog halen die ik nodig heb. Bijvoorbeeld ook mijn mailadres. Als ik dus op een website kom en zij vragen me van hey, als je geïnteresseerd bent, laat je e-mailadres achter. Dan typ ik m, punt, comma, en dan staat mijn mailadres daar. Dat geldt ook voor adres. Enzovoort. Soms krijg je op LinkedIn een uitnodiging. En dus ik krijg die uitnodiging en heb ik geen idee waar die persoon van kent. Dan heb ik een tekstje waar ik zeg, hoi Kees, bedankt voor je uitnodiging, ik gebruik LinkedIn, nou ja, dan komt een heel riedeltje. Deze tekst hoef ik maar één keer uit te typen en die kan ik vervolgens elke keer omhoog toveren. Dan heb ik een ander lang tekstje die ik veel gebruik, dus adresboek, back. Dit zet ik in een notitieblok van mijn adresboek neer en het is een manier om
extra informatie aan een persoon toe te voegen. Dus wanneer heb ik iemand ontmoet? Of via wie ken ik deze persoon? En op het moment dat ik dus een mail van iemand krijg en kan ik zien, heb ik daar eerder contact mee gehad? Of waar wordt die persoon blij van? Dat probeer ik een beetje bij te houden. Maar dat is een hele lap aan tekst die ik dan moet gaan intypen. Dus dat probeer ik op deze manier bij te houden. Text Expander werkt als volgt. Je hebt een bibliotheekje aan handige teksten. En vervolgens geef je onderaan, dit is de tekst. Je kunt er een variabele in stoppen, dat zag je net bij het tekstje. Dan vraag je hier om een variabele, om een naam. Nou, dat geldt hier ook voor. Je kunt dus een veld aanmaken waar je een variabele in kan zetten. En vervolgens zet je de tekst neer. En hieronder geef je aan wat de tekst is waar die op moet reageren. Zo heb ik bijvoorbeeld ook, waarschijnlijk kennen jullie de tekst wel, Lorem Ipsum. Die gebruik ik als vormgever vrij veel. Om een stuk tekst tijdelijk te vullen als de definitieve tekst er nog niet is. En dan heb ik L1 en een punt, comma, en dan komt hij met één alinea voor Lorem Ipsum. Of ik doe L4 en dan komt hij met vier alinea's voor Lorem Ipsum. En dit zijn allemaal kleine taakjes die je kunt invoeren om het leven op je Mac te vereenvoudigen. Heb ik ze bijna allemaal gehad. Dus het is nu mijn vraag een beetje aan jullie over welk onderdeel wat ik heb laten zien, zouden jullie meer willen weten? Of waar zouden jullie mee aan de gang gaan als jullie thuis komen? Wat zijn je favorieten bij Automator? Mijn favorieten? Eigenlijk alleen het voorwaarden van bestanden van mijn desktop naar mijn inbox toe. En van mijn downloadmap naar mijn inbox. Voor de rest gebruik ik maar niet. Ik heb Automator een keer gebruikt om foto's om te zetten of zo. Maar als je dan een hele map met foto's hebt, normaal moet je dat één voor één allemaal gaan doen of zoiets. Met Automator kun je gewoon zeggen, doe dit gewoon 1000 keer. Ja. En dan voor de hele map met bestanden of zo. Voor dat soort dingen vind ik Automator ook. Nog handiger, je maakt een mapje aan die zeg jij resize naar 1024. Ja. Je zegt tegen Automator, hou dit mapje in de gaten. Ja. En op het moment dat jij daar een afbeelding ingooit, zet Automator hem automatisch over om naar 1024. En zet hem vervolgens op een B-locatie neer. Als dit een taak is die je vaker tegenkomt, het gaat er allemaal om van wat kom je vaker tegen en waar kun je het makkelijker maken. Ja, dat is inderdaad wel waar ik op let, is inderdaad don't repeat yourself. Dus alles wat ik vaker doe, het openen van websites, bijvoorbeeld, als ik ben enigszins verslaafd aan dingen als Facebook en Twitter. Dan kan ik dus maar beter de drempel zo laag mogelijk maken. Dus als ik nu Alt F intyp, dan kom ik op Facebook uit. Als ik Alt H intyp, dan kom ik bij Hootsuite uit. Waardoor ik niet naar een bookmark toe hoef. Die bookmark die staat onder mijn handen. En daar ben ik heel veel naar aan het kijken van, doe ik iets heel vaak waar ik mijn muis voor nodig heb? En zo ja, kan ik dat op een andere manier aanpakken? Ja, die global keys die komen weer vanuit Alfred, hè? Die kan je in Alfred nemen. Ja, als ik naar Alfred ga. Okay. Alfred heeft een tabje hotkeys. En daar kun je dus mappen aan een toetsencombinatie plakken of aan een websiteadres. Oh ja, ik zie nu alleen ook een hele andere. Bijvoorbeeld als je veel met andere mensen om je heen werkt en dingen deelt, bijvoorbeeld telefoonnummers, en je moet dat groot laten zien, dan zit er in Alfred een toetsencombinatie en dan kun je teksten groot in je beeldscherm laten zien. Zodat mensen niet heel klein. Het is een klein handigheidje, je zult hem niet heel veel nodig hebben, maar het is enorm handig om op een metro 5 mensen e-mailadressen te geven van hey, typ dit even over.
Even kijken. Ja. Wat ik zelf vaak heb als ik op een website ben. En ik denk van, hé, ik wil hier iets meer over weten. En dan selecteer ik de tekst. Nou, ik wil wel eens even weten of Tanja Niemeyer in LinkedIn staat. Dan doe ik in plaats van de standaard toetsencombinatie die ik doe, doe ik een andere. Dat kun je allemaal instellen. Bij mij is dat control. Dan blijft de tekst die ik heb geselecteerd, die neemt die mee naar Alfred. En vervolgens kan ik uit vier standaard opties kiezen. Dat is zoeken, translate, YouTube of Google Maps. Nou ja, dat bij Tanja Niemeyer, Google Maps, dat zou wel anders zijn. maar ook linken in. In Alfred zitten een aantal standaard dingen zoals LinkedIn, Twitter en dus hebben de grote diensten, die hebben ze er al standaard in zitten. En op het moment dat ik een tekst selecteer, kan ik op die manier vrij makkelijk die diensten openen. Dus dat zit er niet in. Wat ik ook heb, als ik nu op een adres terechtkom en die ik wil op gaan zoeken op Google Maps, dan heb ik een shortcut aangemaakt. Dat zal ik even laten zien. Hier, nee, dat is Translate Maps. Ik heb een keyword aangemaakt op Shift Alt M. En die heb ik gevraagd van oké, als ik deze combinatie pak, dan moet ik op de geselecteerde tekst gaan zoeken op Google Maps voor hetgene. En die puntjes, puntjes, puntjes staat voor hetgene dat ik geselecteerd heb. Dus als ik dat nu doe, dan gaat die regelrecht naar Google Maps toe. En dan is Translate Maps. Om het adres op te zoeken. Maar dat geldt ook als ik een tekst wil zoeken in Google Translate, doe ik Apple T. En dan gaat hij vervolgens naar, dan moet je vaak alleen nog even hetgene, de taal omwisselen. En dat heb ik ook voor Google zelf. Dus als ik nu wil weten wat het woord interesse op Google doet, dan doe ik appeltje met Shift-Alt-T. Nee, G. Google. En dan gaat hij dus naar Google toe. Dus waar ik naar aan het kijken ben van, hé, wat zijn taken die ik heel vaak uitvoer? Nou, ik Google heel veel. Ik zoek mensen op Twitter. Ik zoek LinkedIn. Ik Twitter vrij veel. Ik zoek adressen op. Ik reis met de trein. En op een gegeven moment klopte er iemand bij mij aan en die zei van, hey, ik gebruik mijn agenda heel vaak. Als iemand mij opbelt van, kun je dan en dan? Is daar ook iets voor? Nou, je kunt al in Alfred heel makkelijk iCall openen. Maar dat is nog niet genoeg, want iCall is best wel onhandig om snel naar een data toe te gaan. Dus toen heeft een vriend van mij het volgende gemaakt, dat is Jump to Date. Als ik zeg, ik wil op 4 december weten wat ik aan het doen ben, dan typ ik in 4/12. En dan gaat hij vervolgens naar iCloud toe en dan zegt hij, ah, 4 december heb je al een afspraak staan. Ik kan ook zeggen, tomorrow. Doen, maar het is morgen tot 15. Ja, dat is waar, maar het staat nog steeds in mijn code. Dus ik doe iets voor. Maar in ieder geval, op data werkt het erg goed. Dus als ik naar 4 maart, 4 maart 2011 wil, dus vorig jaar, dan pakt hij op die manier die data. Een hele andere vraag. Wat vind je van ontwikkelingen zoals Siri en andere? Nou, in principe is Alfred een textuele versie van Siri. Mm-hmm. Behalve dat er eigenlijk niet zo heel veel intelligentie achter zit. Want Alfred doet wel een aantal dingen standaard, maar geeft je voornamelijk aan van, hé, hey, hoe maak je
We geven je een omgeving waarin je shortcuts en dat soort dingen in kan voeren. En heel veel mensen geven op een gegeven moment aan van, hey, het heeft overeenkomsten met Siri. En wie weet dat het ooit in de toekomst samen gaat. Maar volgens mij is het niet handig om in een kantooromgeving waar mensen samenwerken om tegen de computer te gaan zitten praten. Dus dan is Alfred eigenlijk een hele goede manier om daar een plek in te nemen. En het zou mooi zijn als het op een gegeven moment samen gaat, dat de commando's die je in Alfred hebt neergezet ook in Siri werken. Even kijken. Ander dingetje die ik nu even voorbij zie komen, waar ik voorheen heel veel moeite mee had, is het gemak wat ik had in een papieren agenda ten opzichte van een digitale agenda, om daar verschil te zien in de afspraken die ik maakte. Dus een privéafspraak had dezelfde kleur als een zakelijke afspraak. En daar komt eigenlijk al mijn antwoord uit. Ik heb dus verschillende kleuren voor verschillende agenda's. En ik heb zelfs een timesheet kleur, dus projecten die ik eerst heb gezet in planning. Als die gedaan zijn, dan zet ik ze vervolgens door een rechte muisknop. Dan zeg ik switch naar timesheet. Dan weet ik van oké, dat heb ik gedaan. En ik heb ook, wat heel handig is, wat je bij een papieragenda hebt. Als een afspraak niet doorgaat, kun je hem doorkrassen. En dan kun je toch nog zien dat er een afspraak onder stond. En soms is dat handig om dat te kunnen weten. Wat je normaal gesproken in een digitale omgeving doet, is als iets niet doorgaat, dan druk je op de delete knop en dan is de afspraak weg. Dat is prima, maar soms staat, ik zet heel vaak extra gegevens in mijn afspraak neer. En die ben ik dan ook kwijt. Dus wat ik dan over het algemeen doe, eigenlijk altijd, als een afspraak niet doorgaat, dan selecteer ik hem naar cancelled. En op die manier tover ik dan cancel weer weg. Het is mijn afspraak uit mijn agenda. Maar mocht ik later er nog in willen, kan ik gewoon terug naar dat item. Zodat ik het niet weg heb. Vragen? Je had het ook nog over Evernote. Ja. Kun je daar misschien nog leuke dingen van laten zien? Want ik gebruik Evernote wel, maar ik zou niet weten wat voor hele geavanceerde dingen je er verder mee zou kunnen doen. Dat veel bij moeten zijn. Ja, dat kon ik niet. Evernote. Misschien, je noemde dat net, Evernote, ja. Alfred, bla bla bla. Dus ik denk, misschien kun je daar nog wat tips over geven. Video sowieso. Ja? Oké. Ja, het staat hier wel. De sessie van, ja, van Martijn van vandaag. Ja. Zijn er andere mensen die nog een specifieke vraag hebben over dingen? Dan kunnen we even kijken of hebben jullie interesse in Evernote of ja? Nee? Is het Co-boek nog in je... Co-boek. Ja, Co-boek vind ik nog een beetje spannend. Ik zal hem wel even laten zien. Co-boek is een adresboek voor op de Mac. En is in principe een flink stuk beter dan het standaard adresboek. En wat het grappige eraan is, je kan het koppelen aan de sociale netwerken. Dus als je iemand toevoegt aan LinkedIn, kun je tegen Alfred zeggen van alle mensen die in LinkedIn toevoegen, moet je ook aan Alfred adresboek toevoegen. Of alle mensen die je toevoegt in Twitter of Facebook, kun je automatisch toevoegen aan adresboek. Maar wat ik er nog spannend aan vind, is ze zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe het allemaal moet. En voor de meeste mensen is het een beetje spannend om dat op te pakken. Als jullie zeggen van hey, ik wil meer weten over het adresboek, dan laat het even weten. Dus even kijken, Evernote of adresboek? Evernote. Oké. Evernote is, de doelstelling van Evernote is jouw tweede brein zijn. Alles wat ik probeer of wil onthouden, wat geen bestand is, zet ik in Evernote. Dus dat zijn teksten waar ik nog dingen uit wil zoeken. Of als ik op een website ben, dan heb ik hier een knopje staan. Deze, even kijken, dit icoontje. Dan kan ik vervolgens een tekst selecteren en zeggen van, hey,
sla dit maar op. En dan kan ik daar tekst aan toevoegen. En kan ik aan een bepaalde map weergeven. Nou, hoe zit dat nou? Ik zie dat je iets in Chrome hebt, een plugin denk ik. Ja. Maar ik zie bovenin zie ik ook nog een ding. Daar zit ik altijd een beetje mee te stoeien van hoe krijg je nou de Hollandse iets in Evernote. Het handigste, kijk. Als je tekst wil toevoegen aan Evernote, is het handigst om die Chrome plugin te nemen. En dat ding bovenin is handig om een nieuwe note te starten. Of als je een screendump wil toevoegen of een audio note. Ik gebruik het vrij veel voor screendumps. Dus als ik zeg rectangle or window, dan kan ik nu of het window aanklikken. Dan pakt hij het hele window wat ik nu actief heb. Of ik kan een stukje pakken. En vervolgens, maar hij slaat dit op in tekst of in een plaatje. En hij is al heel goed. Gebruik dan Alt-Shift-4 gebruik dat dus voor gewoon van Mac zelf. Ja, maar op het moment dat je het snel in Evernote wil hebben, dan kun je dat op die manier doen. Ja. Gaat het om een website en het gaat om tekst of om een hele pagina, dan kun je beter snippet toevoegen. Want hij gaat vervolgens ook vragen van wil je de hele pagina? Of wil je een deel, dus dat kun je hier zien. Wil je de volledige pagina, wil je het artikel of wil je de URL opslaan? Wat is het verschil tussen artikel en fullpage? Moet dat dan in de HTML article tag? Als je bij een blog bent, dan ziet Evernote welk deel van de pagina het belangrijkste is. Dan gaat dit waarschijnlijk lang duren. Als ik nu Evernote vraag, dan zie je al dat die structure. Nou, mijn eigen website ook. Ja, je ziet een klein verschil. Hij kijkt naar de HTML-code onderliggend en kijkt van hey, wat moet ik opslaan. Of per save URL, dat hij alleen de URL opslaat. Even terug naar Evernote zelf. Het is eigenlijk gewoon een digitaal notitieboekjes ding. Waarbij je notitieboekjes samen kan voegen en ze los kan laten. En dit is heel makkelijk kan doorzoeken. Dus ik heb hier een aantal projecten. Even weg. AdScan is een project waar ik mee bezig ben geweest. Dan heb ik een zoekterm hier ingetypt. En vervolgens kun je die opslaan. En het gaat als volgt. Je hebt een tag die heb ik toegevoegd aan alle notities. En alle notities waar de tag AdScanner aan vastzit, die laat hij dan zien. Dat geldt ook. Ik ga verhuizen naar een huis naar Cuba 6. En dan heb ik alles waar Cuba 6 in staat, moet hij gaan laten zien. Dus op die manier kan ik heel makkelijk kijken van oké, wat is er nu aan de hand met mijn huis. Ook hier heb ik weer een inbox. Dus alles wat mijn Evernote binnenkomt, laat ik hier binnenkomen en dat loop ik om de zoveel tijd door. Nou, bij Evernote sla ik dat over. En vervolgens deel ik dat in. En dit is een typisch geval van de get things done. Dan heb je een aantal inboxen en op het moment dat je dat te lang niet opruimt, dan is de zin om dat op te ruimen iets te groot, waardoor er dus te veel bestandjes in zitten. Even kijken. Nou, het zoekje is belangrijk van Evernote. Wat ook handig is dat je Evernote met groepen mensen kunt delen. Maar volgens mij is het handig om op dat stuk de video van Martijn terug te kijken. Ik vroeg me even af, maar ik gebruik Evernote ook op deze manier. Of ik nog belangrijke dingen mis, zeg maar, die je niet vanzelf. Als je die widget niet hebt, dan zou ik die er zeker gaan gebruiken. Die is heel handig. Die gebruik ik heel veel. Ik zie daar ook een hele handige IFTTT. Ja. Maar dat is niet echt een Mac-specifiek ding. Wat is dat dan? If This Then That is een webdienst waarbij je voor allerlei andere webdiensten, bijvoorbeeld Foursquare. Ik gebruik Foursquare om mijn locatie bezoekend bij te houden. En If This Then That heb ik de opdracht gegeven van hou jij nou Foursquare in de gaten en elke keer als ik inlog bij Foursquare, geef dat dan aan.
heb vanmiddag ingelogd bij Permanent Data, bij de Klopvaart, waar ik woon, Jumbo. En ik probeer dus een beetje bij te houden van, hey, waar ben ik allemaal geweest? En if this, then that, die haalt het voor mij uit Foursquare vandaan en zet dat in Evernote. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk informatie. Ja, gewoon een log van al je... Ja. Maar die informatie zit dan toch ook in Foursquare? Ja, maar... Alleen dan heb je het minder doorzoekbaar ofzo? Ook dat. En ik wil het eigenlijk het liefst op één plek hebben. Dus stel dat Foursquare een keer omvalt, en of er komt een andere dienst voor in de plek, dan verzamel ik het nog steeds op dezelfde plek. En dit is een typisch geval van, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Misschien is het leuk om dat over een jaar te kijken van waar was ik. Of vaak ben ik hier van. Ja, bijvoorbeeld. Maar het is bijvoorbeeld ook, voor mij ben ik dat aan het testen, maar voor de Belastingdienst is het handig of noodzakelijk om aan te geven waar je bent geweest of je moet een soort agenda bijhouden. Nou, nu doe je heel veel dingen, doe je met de hand bijhouden, de agenda bijhouden. Hoe makkelijk zou het zijn als dat gewoon allemaal automatisch gebeurt? Dus dit is een tussenstap om te kijken van in hoeverre kan ik het administreren van mijn leven, in hoeverre dat belangrijk is, automatiseren. En dat geldt dus hier ook voor. Dus en if this and that kan ook andere dingen doen. Bijvoorbeeld als ik iets in Dropbox heb in een bepaald mapje, mail dat dan door naar iemand anders. Of Okay. Dat is een webdienst of zo? Ja. If this and that. If this is een brief. IFTT. En dit is weer een voorbeeld van One Password. Ik ben nu dus op mijn website. Ja. En vervolgens vraagt hij van, oh ja. En hij herkent al op welke website hij is. Nou, moet je nou elke keer dan bij dat One Password jouw One Password ding? Nee, anders zou ik niet anders zijn. Waarom moest je dat nu wel doen? Dat weet ik niet. Over het algemeen gaat dat goed. Oké. Okay. Maar dat is misschien heel lang niet meer geweest. Was je gewoon wel een kwartier bij geweest? Ja, ik weet niet of het kwartier is afgebouwd of dat het tijd korter is, maar dat zou ik hiermee te maken kunnen hebben. Even kijken. Ja, dit is die Evernote koppeling. De rest staat er op zich nog niet zo spannend bij. Je kan een receipt aanmaken. Dus hij vraagt if this. En die heb laden. Dus als jij iets op een van deze platformen doet, maar het kan ook een datum zijn. Ik heb bijvoorbeeld elke dag om 9 uur wil ik een linkje hebben van een formulier waar ik in bijhoud hoe ik mijn dag heb beleefd. Of ik veel energie had, wat ik gegeten heb en dat soort dingen. Ik laat dus if this then that elke dag om 9 uur mij dat linkje mailen, zodat ik als ik in mijn mail kijk, denk, oh ja. En dan klik ik op dat linkje en dan vul ik dat in. Dus op die manier kun je dat gebruiken. Ja. En zo zijn er heel veel platformen waar je iets mee kunt doen als je iets in de pocket hebt gezet. Dit is vrij uitgebreid. Dus, en vervolgens zeg je dus, nou oké, okay, als er iets elke dag om 7 uur create trigger then that, stuur een e-mail. En dan kun je vervolgens de tekst aanpassen. Ja. Enzovoort. Mag ik eens kijken bij die. Stond er ook Twitter bij bijvoorbeeld? Als er iets nou, Twitter die ontwijk ik een beetje, want Twitter is heel stom aan het doen tegenwoordig. Of steeds stommer aan het doen. Eerst begonnen ze mee dat mensen die apps ontwikkelen, dat ze maar zoveel duizend gebruikers te mogen hebben. En nu is het zo dat Twitter het verbiedt om data op een bepaalde manier aan if this then that te koppelen en aan andere diensten ook. Dus dat komt erop neer dat ik daar bepaalde dingen niet meer mee kan. En ik heb er nog niet in verdiept wat het dan wel of niet precies is. Oh. Ja. Dus maar dat is dus met Twitter aan de hand. Ja. Nou, ik hoop dat ze daarvan terugkomen, want het is niet heel open en gezellig. Ja. Mooi. Andere vragen nog? Dan ga ik het boel afronden. Hebben jullie er wat aan gehad? Ja. Kijk, ik heb een boel links opgeschreven. Dat is echt duidelijk. Nee, het is belangrijk. Dat ik over het algemeen
Dit is een tweede workshop die ik geef. En wat ik dan vaker doe is naast mensen zitten die een Mac hebben. Van, hoe werkt dit nou? Dat ik heel veel dingen die ik nu ook niet heb laten zien, heel snel voor hen instel. En vervolgens hun laten zien hoe je dat moet gebruiken. Met die hele mappenstructuur. Het kan voor sommige mensen wel eens een taaie kluif zijn om dat goed in te delen. Mm. Dat doe ik dan en vervolgens hoef ik daar niks meer aan te doen. Maar wat ik van plan ben is om van die mappenindeling en hoe je dat goed moet instellen om daar een video van te maken. Maar ik ga nog niet beloven wanneer die online staat. Wat ik zelf al altijd heb als ik dingen automatiseer en ik krijg daar herinneringen van ofzo. Dat ik dan op een gegeven moment, dan gooi ik ze bijna automatisch, gooi ik ze gewoon weg. Ja. Doet er niks meer mee. Ja. Herken je dat niet? Of? Ja, dat herken ik. Oké. Okay. Weet je daar ook iets voor? Voor mij dat discipline. Ja. Maar daarom doe ik het al niet meer. Nee, ik heb het bijvoorbeeld met dat linkje wat ik me elke dag stuur om 9 uur. Op een gegeven moment denk ik van, ik moet dus op de linkje klikken en elke keer gaan invullen. Dat is een ding wat ik van LiveHacker heb, dus het is door iemand anders bedacht. En wat ik denk, wat mij tegenhoudt, is dat het kost me te veel energie om die vragen te beantwoorden. Ik wil wel dingen bijhouden van mijn leven en hoeveel energie ik heb. Om misschien in de toekomst te kunnen kijken van, wat gebeurde er en hoeveel energie heb ik. Maar dat die vragenlijst is te lang. Of de vragen zijn net iets te complex, dus dan moet ik de drempel gewoon van gaan verlagen als ik daar iets mee doe. En dat is ook bijvoorbeeld met dat getting done en de inbox. Mijn inbox is redelijk leeg. Dit werkt niet trouwens. Maar mijn inbox is nu redelijk leeg, maar soms zit die ook gewoon propje vol. En het is eigenlijk de bedoeling dat je dit elke dag bijhoudt, zodat de drempel om het goed bij te houden niet zo hoog wordt. Ja, voor mijn werk doe ik het wel, maar voor privé totaal niet. Nou, en 1400 e-mails in mijn Gmail. En wat ik merk is voornamelijk kijken van, wat lever ik hem op? Want ik had het met mijn mail ook. Dat ik op een gegeven moment dus een archief mag hebben en dat op dezelfde manier heb ingedeeld. En dat ik daar tegenaan liep van, moet ik dat weer allemaal gaan verdelen. En, maar het levert me uiteindelijk, toen ik met dat stilstond, meer op als ik het wel opruim dan dat ik het niet opruim. Dat is gewoon een klik die je op een gegeven moment moet hebben, van jezelf verschoppen om die reden. En dan geef ik nog één laatste tip. Maar denk je niet dat het doorzoeken van al die informatie, bijvoorbeeld in Gmail, ja? Dan weet ik redelijk goed welke dingen ik nog moet beantwoorden of niet. Mm-hmm. Maar door middel van zoeken kom je komt alles toch wel weer naar boven. Dus waarom zou je het allemaal... Ja, maar er is ook een verschil. Ik heb projecten, ik heb een inbox en een archief. En op mijn mail sorteer ik niet op projecten. Daar stop ik of ik stop het in een map behandelen. Sowieso, mijn inbox die moet zo snel mogelijk leeg. Dus als ik het in mijn inbox heb staan, dan probeer ik het of in een archief te zetten. Dus dat is die bak die doorzoekt, die we in Gmail voor hebben. Of ik zet het in nog te behandelen. En dat zijn eigenlijk de mappen die ik gebruik. En die nog te behandelen, die lopen er niet zoveel tijd door van wat ga ik daarmee en moet ik daar nog wat mee. En dat is discipline. Ja. Verder nog? Mooi. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dank. Thanks.